Yves heeft een afspraak met de leverancier van zijn containers. En die heeft een verrassing voor de jarigen. Hier is toch een tekstje om het eens op te wachten. Goedemiddag. Zeg, hoe lang doen jullie al zaken samen? Voor 2001. 2001, toen kwam ik één container kopen op zondag. Eén. Ik had geld waar, want ik moest direct betalen. Die vertrouwde niet iemand. Dat was ook zeker niet. Dat is nog, hè. En als je nu bestelt, hoeveel bestel je er dan? 300, de rest 3, hoeveel waarde? 360. 360 hebben ze nu gemaakt, ja. 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 En nu zijn we terug bezig met 240? Of? We gaan eens kijken. Ja. Hey? Is het een van je grootste klanten? Ja. Ja, ja. Ja, is reden. De dekste en de grootste. Ja. Dat is een ding. Dat als je verjaardag hebt, ik heb de kantine van AIK van ik. Verjaardagscadeau. Ja, dat is een verjaardagscadeau voor een 41ste verjaardag. Je moet niet begaan, je moet proper blijven. Hè. Nee, spannend, hè. Alleen maar, zie je. Ja, voilà, hè. Hij denkt ook wel een bron. Dat is wel een goede klant, dat we dat doen. Hè. Is dat goed of niet? Dat gaan we geneel, hè. Dat is beter als een taart, hè. Dat is beter als een taart, ja. Weet wat ik daarmee doe? Dan maak ik een zwembad van in mijn hof deze jaar. Paus kwam er tussen van achter een krak. Dat is goed. Hé, man, dat is chic gedaan. The final bit. Through the echo. Ze moeten hier niet staan, ze moeten bij de klanten staan. Die brengen ze niks op, die kost nog geld. Als ik rondwijk, zie mijn bakken overal staan, dan is dat een veer, weet je wel. Ja. En dan zeker zo'n heel nieuwe serie ertussen, dat valt ook natuurlijk. Hè. Ja, dat is ook van straat en baas in de straat. Ons bakken overal. Als je op straat komt, dan wordt het van de baas. Ik kom de maas tegen. Elke dag moet je dan denken, dat is dat dag. Weer een goede oogst vandaag. Ja, goede oogst. Hoi, hoi, mannen. Gelukkig zijn. Goed op, Schulder. Proficiat, dank u. Kom, Schutje. Had ik wel eten, ja. Allee, eten.